En dan heb ik behoefte aan een verbinding met de aarde, met de mensen die erop leven. Met een stuk liefde die ik naar de andere mensen stromen kan en wat ik tegenkom daarin. Dit is de energie van wat er nu speelt. En ja, het is gewoon heel erg belangrijk om daarin dus gewoon een tekening te maken waarin we dus dat duidelijk maken. Oké, dan ga ik dus naar mijn tekening. Wat voor mij gewoon belangrijk is, is. Ik ga me dus oriënteren naar de aarde. De aarde, de energie die vanuit de aarde komt. Niet de mensen die op de aarde is, maar vanuit de aarde zelf. Meestal is dat een stuk groene energie die op dat moment belangrijk is. Dus ik ga eventjes mijn vlak groen kleuren. En het is niet alleen groen. Er zijn ook natuurlijk bomen, maar is ook water. En vanuit dat water ga ik dus ook het spel van water, lucht, in dat van de aarde brengen. Dan ga ik dus eventjes ook naar verschillende soorten kleuren blauw. Lucht, aarde. Wat doet het met mij? Wat doet het met de wereld? En ik maak er een grote hart van, waarin ik bepaalde dingen laat stromen, omdat ze zo belangrijk voor mij zijn. En ik vul de vlakken op met een stuk blauw van de lucht, blauw van het water, blauw van er mogen zijn. Van mintgroen naar andere kleuren die dus helpen om de aarde meer kleur te geven. En dan ga ik de dolfijn in kleuren die dus van het water naar boven toe brengt. Het zijn dolfijnen. En een grote walvis. De walvis. De walvis. Die eigenlijk de roep van de oceaan is. En daarin de zon die met een warme glimlach de aarde verwarmt en zorgt voor vrolijkheid, kleur, aanwezigheid en mogen zijn. Het gras. De bomen. Kruiden. Genezing.
De vogels die gebruik maken van de lucht, zuurstof, verbinding. Oké. En dan ga ik naar de mensen toe. Ik ben. Ik ben. Ik ben. En juist die samenhang van al de spullen die helpen om de aarde te bevolken, om de aarde vanuit de eigen energie te laten gebeuren, te laten staan. Ik ben omdat ik ben. Omdat we de aarde bevolken, omdat we de aarde als voertuig gebruiken. Maar zijn we ook bewust van dat wat de aarde werkelijk ons brengen gaat? Wat gebeurt er met de zaadjes die in de grond aanwezig zijn en gaan ontwikkelen? Waarin zou een vader of een moeder hun kind begeleiden om het juiste van het leven te voelen en te ervaren? Ik ben. Ik ben. En we zijn niet alleen bezig om te consumeren wat de aarde ons te vertellen heeft. Wij pakken de aarde, maar we zijn niet vanuit een stuk respect bezig om dit volkomen te ervaren, volkomen te beleven. Wat doet jij met die aarde? Waarin word jij gevoed door die aarde? Eten, drinken, passie, leven, er mogen zijn. Er komen zoveel prikkels op ons af. En ja, hoe gaan we daarmee om? Waarin zijn we bezig om naar ons eigen zon toe te gaan? Dat stuk van verwarming, dat stuk van ik mag er zijn. Het is natuurlijk altijd belangrijk om van daaruit je af te vragen, wat doe ik? Welke energie is voor mij belangrijk? Laat het stromen. Laat het stromen. En maak een verbinding met de aarde zelf. Volg daarin de hartenergie die jou wil bereiken. En dan ga ik gewoon eventjes met de roze van de liefde die energie ook bekrachtigen. Ik ben liefde. Ik draag mijn liefde over naar de aarde. Ik draag de liefde over naar de aarde. Ik draag de liefde over naar de aarde. En het is eigenlijk heel belangrijk om daarin een stuk anker te voelen. Een anker van ik mag er zijn. Een anker. Een anker. Een anker van ik mag er zijn. Anker. Anker. Ik mag mezelf zijn. Oké. En als ik met de anker bezig ben, zou het goudachtige licht vanuit de aarde
voor iedereen er zijn. Niet alleen voor jou en niet alleen voor de ander, maar voor iedereen. En dan kan je wel zeggen van, ik wil het zelf helemaal hebben, want dit is wat ik belangrijk vind in het leven. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Kijk, als jij dus aan dat stuk kracht iets kan doen, zal het ook niet alleen voor jou gelden, maar voor alle mensen die er rondom je heen aanwezig zijn. Ik ben, omdat het me iets brengt. En vanuit mijn kern durf ik de dingen naar buiten te brengen. En durf ik mijn genoeg met anderen te delen. Oké. En dan ga ik dus vanuit de kern de energie laten stromen. Naar buiten toe. Het brengt me bescheidenheid. Het brengt me gerichtheid. Het brengt mij wat ik werkelijk wil met de overvloed die naar mij toe komt. Ik ben overvloed en ik mag er gewoon zijn. Ik mag vanuit mijn overvloed de dingen gewoon voelen en ervaren. En die overvloed is belangrijk, zodat ik alle facetten daarin meebreng. Het feit dat de wereld protesteert, geeft aan dat we bezig zijn om de balans in ons leven te veranderen. Dat het oké is dat vanuit de waarde die we meegekregen hebben, anders met dingen om zullen gaan. Dat ook de waarde van genoeg en te veel daarin verandert. En ik ga dus weer met die fase van buiten naar binnen. Dan geeft het mij een stuk balans, omdat ik daarin mezelf mag zijn. Oké. En ik ga ik met mijn inwendige lotus al de energie vatten om vanuit mijn licht naar buiten te brengen. Ik ben die energie van samenspel. Mijn lotus mag gevormd worden. Mijn lotus mag een deel zijn van wat ik ben, van wat ik voel. Mijn lotus geeft mijn licht aan en zorgt daarom dat ik bloeien kan. Oké. En als ik daar dus
verder mee ga, dan kan ik hem helemaal vanuit de regenboogkleurtjes. En dat ga ik dus nu doen. De regenboog, alles wat groen is, ga ik dus de regenboogkleurtjes doen. En dat doe ik hiermee. Ik ga dus van de regenboogkleurtjes overal transformeren. Me helemaal volledig laten zien wat voor mij belangrijk is. En in de vorm van seks zal ik de energie die er is naar binnen brengen en van daaruit weer naar buiten. Nog meer. Nog meer. En dan merk je dat er ruimte komt. Mijn kern wordt geordend en vanuit mijn kern durf ik de dingen veel makkelijker te benoemen. Mijn kern wil samenwerking met de aarde voldoen. Samenwerken met de aarde. 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 Lemmiskaat. Samenwerking als geheel om mezelf, om van mezelf te houden, om dingen te laten doen, om dingen te laten stromen. Ik ben. En ik heb het gevoel dat ik deze basisstreep naar buiten wil brengen. Want ik ben is veel groter dan dat. Ik ben. En het gaat voorbij de grenzen die aan mij gesteld wordt. Omdat dat geen natuurlijke grenzen zijn. Mijn natuurlijke grenzen wordt bepaald door mijzelf. Ik ben. Ik ben. Goed. En dan ga ik nog een keer naar de kaleidoscoop. Oké. En weer zie ik de verbinding tussen wie ik ben en mijn omgeving. Die wil ik doorbreken, want ik ben mijn omgeving niet. Ik mag vanuit mijn kracht de dingen wel laten zien, omdat het goed is voor mij. Maar het is niet andersom dat ik me hoef te verbinden met mijn omgeving. Dat is helemaal niet nodig. Ik mag daarin mijn eigen kracht ervaren en dingen zoeken die bij me passen. Oké.
Openheid. De lotus mag open. Openheid. De lotus mag open. Ik breng mijn iris naar binnen. Er zal dingen gebeuren vanuit mijn inwendige ik. Ik mag ervaren vanuit mijn gevoel. Ik mag er zijn. Dit is de werkelijke kern die mij brengt wat ik wil. En ik wil die kern nog even wat groter maken. Dat doe ik door middel van spheric. En dan ga ik dat samenbrengen vanuit het licht. Niet vanuit emotie, maar vanuit de kracht van ik ben. Ik ben. En dan zie je langzamerhand dat er een andere wereld gaat ontstaan. Het zaadje wat ik plant mag groeien. Het zaadje wat ik plant mag aanwezig zijn. Het zaadje wat ik plant mag deel maken van mijn wereld. En dat wat zo belangrijk is. Begrensd voelt. Zal wortels schieten en er zal een stuk liefde de wereld opbrengen. En nee, we zijn er niet gelijk. Echt niet. Laat alsjeblieft stromen. Vanuit jouw eigen bewustzijn. En als een soort verbinding naar dat wat ik ben. Verbinding. Zal ik de kern steeds groter maken? En zal het gaan veranderen omdat het van mij is. En als ik daar bewust mee bezig ben, zal ik merken dat er steeds meer naar mij geluisterd wordt. Dat er steeds meer dingen kunnen ontstaan omdat het een deel is van mij. En geef het aan
wat de passie is in mij en wat ik dus wil delen. Dit ben ik en dit wil ik delen. En als ik dit ga delen, zal ook de andere mensen dit gaan doen. En zal er een positieve flow op aarde kunnen ontstaan. Met heel veel, oh ja, nu snap ik het. Oh ja, nu kan ik het laten stropen. Bedankt voor het samenspel. Bedankt voor het mogen zijn.